Het derde jaar op rij wereldkampioen allround. In Hamar was hij superieur. Hij won 3 van de 4 afstanden en kon daarmee juichend over de streep op de afsluitende 10 kilometer. Roest, zijn derde titel in 3 jaar. Ter illustratie, alleen Kramer, Ritsma en Schenk wonnen 3 titels samen met Jaap Ede. Dat is toch ongelooflijk. Pedersen nu in de 32. Dat wordt toch nog wel even binnenklijpen. Maar eerst de nieuwe, nou de oude, de drievoudig wereldkampioen Patrick Roest uit Lekkerkerk. Met een uitroepteken is hij de beste hier in Hamar. Een geweldig resultaat voor Patrick Roest. Ja, en hier is die wereldkampioen Patrick Roest. Ja. Hoe is het met je? Ja, goed. Ik ben wat moe, maar ja, ik heb gewoon een heel mooi weekend achter de rug. En ja, ik zit hier gewoon met een heel tevreden gevoel. Maar heb je nou de hele nacht in de lampen gehangen om het te vieren of een bescheiden feestje? Nou, een bescheiden feestje. Ik had een hoop vrienden die ook naar Hamar waren gekomen om te kijken. En ja, daar heb ik wel even een biertje mee gedaan gisteravond. Ja? Een biertje of 10? Nee, niet zo gek. Maar gewoon voor de gezelligheid. En ook omdat het mooi zijn dat ja, hun erbij waren. En ja, dat hun het met mij mee konden maken. Maar je moet komend weekend toch weer? Dus je moet wel een beetje... Ja, ja, dus ik moet gewoon goed herstellen. En ja, ik moet nog 1 keer echt knallen. Geven. Heb jij het gezien, Bert? Nee, ja, in Vlaarden. Maar dan hoor ik dat hij dat 3 keer op een rij flikt. En dat is, ja... Ik vind dat wel briljant. Ik snap het schaatsen niet helemaal meer qua toernooien. Want er zijn zoveel wedstrijden. Dan is er weer allemaal cup die, cup dat. Maar toen ik geroepen werd door mijn zoon uit de kamer... dat jij weer als een beest keer ging, dan vind ik wel. Die finish, ja, ik vind het briljant dat je En voor de 3e keer op rij. Jij komt in een illustre rijtje nu. Ja, fantastisch. Eric Heiden, Ad Schenk, Sven Kramer. 3 keer op rij wereldkampioen allround. Ik weet, jij bent een man van de geschiedenis. Dat moet toch wel iets met jou doen? Ja, ik vind het mooi om te zien. Ja, die namen ja, die zeggen mij natuurlijk wel heel veel. En... ja, schaatsen en het allround heeft natuurlijk een hele mooie historie. En ja, het is mooi als je daar dan gewoon jezelf tussen kan rijden. En, ja. Ja, dat geeft me een heel lekker gevoel. En ja, eigenlijk ja, wil ik alleen nog maar meer. Dus ja, ik moet gewoon door blijven gaan. Minister Bruins is natuurlijk van sport. Die zit ernaast te glimmen. Ja, fantastisch. Ik moet eerlijk zeggen, het was dit weekend helemaal vol met andere onderwerpen. Corona, dus ik heb er helemaal niks voor. Dit is het eerste stukje wat ik zie. Oh, echt? Ja, echt waar. Ja, dit is het eerste bewegende beeld. Shame on you. Ja, maar tussendoor, misschien gaan jullie het over. Maar en Svennetje, die ging halverwege weg. Sven Kramer, en die doet de komende weekend ook niet mee? Nee, ja, Sven die heeft zich niet geplaatst voor de World Cup finale. Dus dat heeft niks te maken met ja, hoe het dit weekend ging. Maar ja, het was gewoon jammer voor Sven Kramer is naar huis gegaan vanwege privéomstandigheden in zijn familie. Ja, dat, jij hint er net zelf al op. Hè? Van jou betreft gaat het gewoon door, het allrounden. Het staat onder druk. Volgend jaar is er geen allround WK. Schande eigenlijk, het bestaat al sinds 1893. Ja, ik zeg wel schande, baal jij daar niet ontzettend van? Ja, het is onwijs zonde. Het allround ja, heeft de grootste historie binnen het schaatsen. Dus ja, het is jammer dat de ISU juist dat toernooi gaat schrappen. En het is nog niet 100% zeker. Ze moeten volgens mij in juli echt... daar een uitspraak over geven of dat echt doorgaat. Maar dat is dus omdat het andere landen er niet zoveel interesse in hebben. Ja, ook dat. En ja, omdat er geklaagd wordt eigenlijk dat we te veel wereldkampioenschappen hebben. En daar zit misschien wel wat in. Maar dat heeft de ISU ook een beetje zelf gedaan. Want ze verzinnen een hoop afstanden. Mm-hmm. We rijden teampursuit, we rijden teamsprint, we rijden masstart. Ja, en dat heeft eigenlijk niet Patrick, echt Patrick, het allrounden, dat mag toch nooit verdwijnen, man? Daar zijn we toch mee opgegroeid met z'n allen. Verdorie, jij hebt dat nog gedaan, of niet? Ja, dat vertelde ik vanmiddag. Ik moest dat naast mijn vader, zei mijn vader... pak een vel papier, schrijf op. En ik, 30.1, wist ik veel. Ja, een jaar of 6. Volkoren. Ik die 100 maar zo staat er voor de tv, wij ook. Kranten bij mijn vader. Ja, alles bijhouden. Geweldig, ja. Maar de meeste landen doen dat natuurlijk niet. Dus dat is toch het probleem? Dat is het, wij in Nederland schitterend vinden. Maar wij hadden het er net over, wij kijken dat niet in de UK. Want dat wordt gewoon niet uitgezonderd. Dat vindt niemand interessant. Maar überhaupt geen schaatsen? Of, In het Verenigd Koninkrijk is het niet een hele populaire sport. Want ze zijn er ook niet goed in. En wij vinden het natuurlijk mooi. Want Patrick die wint voor de 3e keer. Ja. Weet je dat, Patrick? Is er een goede schaatser uit Engeland geweest? Weet je dat? Nee, niet dat ik weet. We hebben hier een Engelsman aan tafel. Ja. Mr. Burko. Do you know any English speed skater? I cannot think of any. So the short answer is no. Have you ever seen this sport? No, I have not watched it. I marvel not at the ever. Scale of the achievement that we've just had described to us, and I think it's remarkable. But in a sense, the truth has just been very eloquently expressed. On the whole, it is
not of consuming interest in the UK, yeah, because he's not a sport at which the UK excels. Ja. Nou, Patrick, over niet excelleren. Het is niet altijd feest geweest. Laten we even naar een moment gaan. 2 weken geleden, WK-afstanden, Salt Lake City. Toen zakte hij een beetje door het ijs. En ik weet niet of je het leuk vindt om te kijken, maar we gaan het lekker toch even doen. Hij kan zijn armen niet eens op zijn rug krijgen. Roest gaat steen kapot. De benen houden het niet meer. Toch te snel van start. Handen nu op de knieën. En Vis. Hij gaat de rit verliezen van Vis. Kan niet meer, Roest. Wat een debakel hier voor Patrick Roest. Hij was de te kloppen man. Maar is hier verslagen op het moment suprem. Een ramp voor Roest. Hier op deze wereldkampioenschap in Salt Lake City. En hij zit daar helemaal kapot. Helemaal kapot. Ja, en dit is 2 weken geleden. Ja. En dan sta je 2 weken later sta je daar aan de start. En dan heb je toch trillende beentjes van de zenuwen, lijkt mij. Ja, ik was onwijs zenuwachtig, omdat ik niet precies wist waar ik stond. In Salt Lake City wilden het gewoon echt niet. En het probleem was, ik voelde me geen eens zo slecht in Salt Lake. Alleen, de wedstrijden wilden gewoon niet. Het lichaam wilde niet. En daarom had ik een hoop vraagtekens bij de WK Allround. Jij ziet jezelf apart van je lichaam. Jij wilde wel, maar je lichaam wilde niet. Ja, eigenlijk. Ja, ik voelde mezelf gewoon goed. Maar op het moment dat ik van start ging, had mijn lichaam er eigenlijk geen zin meer in. Maar ik vind dat zo gek. Als niet-sporter begrijp ik daar niks van. Is je wil dan niet sterker dan je lichaam? Dat zou je wel hopen. Maar dat was niet het geval. En daar knok je natuurlijk tot het einde. Maar daar kan je dan gewoon niet meer tegenaan knokken. En niks wilde meer meewerken. En ik reed met handen op mijn knieën, omdat ik bijna niet meer op mijn benen kon staan. En het was onwijs zuur, want ik had elke 5 kilometer dit jaar gewonnen. En als het dan daar mislukt... Behalve dan, die? Behalve het WK. En dat was nu 2 jaar op rij, dus dat was een slecht weekend voor mij. En ik ging naar huis met een heel zuur gevoel. Ja. Volgend jaar beter op die WK-afstanden. Ik ben blij dat je hier nou bent, Patrick, maar dan kan ik je iets vragen. Dat heb ik altijd al afgevraagd bij jou. Dat vind ik een beetje mysterieus eigenlijk. Jij hebt altijd handschoenen aan, dat is verplicht bij schaatsen. Jij hebt altijd zilveren handschoentjes aan. Ja. Michael Jackson had 1 zo'n handschoen, jij hebt er altijd 2. Ja. Waarom heb je altijd zilveren handschoentjes aan? Daar rijd ik eigenlijk al bijna mijn hele leven mee, sinds dat ik wedstrijden rijd, bij de junioren al. Altijd met dezelfde handschoentjes? Het zijn wel nieuwe handschoenen, maar het is maar dan zeg je altijd zilveren handschoentjes? Ja, wel altijd zilveren handschoenen. En het is misschien een beetje bijgeloof geworden. Dus dat zal ik de komende jaren niet veranderen. Maar het past helemaal niet bij jou. Dit is een beetje patserig, jou. Nee. Jij denkt natuurlijk meteen aan die rode schoentjes die je altijd aan. Ja, maar ik vind het wel blits. Ik vind het wel... ik zou ook dat aan... Als het goed gaat met Jan, maak je die 2 weken geleden ook aan, die handschoentjes. Het gaat niet altijd. Maar het zou nou goud moeten zijn. Natuurlijk, want je bent de allerbeste man. Maar die laat je op maat maken? Nee, eigenlijk niet. Ja, het zijn gewoon standaard maten die je kan halen. Ja. Okay. Meneer Dijkstra, ben jij een schaatser? Je doet allemaal sportprogramma's. Ben jij een schaatser? Ik ben blij dat je me vraagt. Nee, de grootste frustratie van mijn leven is dat ik niet kan schaatsen. Echt niet? Nee, ik kan niet schaatsen. Ik ben een groot liefhebber. Ik kijk al mijn hele leven. Ja. Kan je nou niet kunnen schaatsen? Ik vind het wel erg genoeg om hierover te praten. Ja, sorry hoor. Iedere winter neem ik mij weer voor om het te gaan leren. Ik heb het wel eens geprobeerd, maar dan ben ik aan het ploeteren op zo'n baantje. En dan word ik herkend door mensen. En dan schaam ik me. Maar je kan toch wel... Je blijft wel overeind, toch? Ik kan vrij goed acteren. Ja, ja. En dan blijf ik een beetje op die dingen staan en doe ik dit alsof ik het kan. Nee, helaas. Nou, dankjewel. Seizoen zit er bijna op voor jou. En dat betekent de zomerperiode in. Lekker werk op de boerderij? Onder andere. Een week zijn we klaar. Dus dan is het tijd om even vakantie te vieren. En dan krijgen we dit. Ja, dan zal ik zeker even naar de boerderij gaan. Lekker op de kwad tussen de koeien? Ja, dat is lekker bijkomen voor mij. Ik vind dat wel mooi. Jij bent een echte boerenzoon. Je ouders hebben een boerderij. Ja. Ben jij eigenlijk nog van zins om dat bedrijf over te nemen? Ik zit nu in de maatschap bij mijn ouders. Ik weet het nog niet 100% zeker, want het is nu lastig natuurlijk om dat al te zeggen. Want je weet niet hoe het er over een paar jaar bij staat. Maar als ik de kans heb, dan zou ik dat heel graag doen naar mijn schaatscarrière. Ja? Ja. Klinkt wel mooi, boerroest. Maar heb je daar nog wel zin in tijden van stikstof en gedoe en problemen op boerderij? Er zijn natuurlijk een hoop regeltjes, dus dat maakt het een stuk minder mooi. Maar het blijft gewoon een heel mooi vak. En je weet niet hoe het er over een aantal jaar bij staat. En ik wil natuurlijk nog een hoop jaren schaatsen en dan zal ik kijken wat ik ga doen. Ja, tot welke leeftijd
Wanneer ben je top? Zo'n rond je 30ste? Of wat? Ja, dat verschilt bij iedereen, denk ik. Want ik heb een ploeggenoot, Douwe de Vries. Die is nu 37 en die verbetert zich nog steeds ieder jaar. Dus, die blijft ook maar doorgaan. Ja, je kan best lang doorgaan. Die koeien moeten nog even wachten, hè? Ja. We gaan het zien. Dankjewel, Patrick Roest. Na 4 jaar en zo'n 14.000 keer order te hebben geschreven, is John Burke.